Goedemorgen, ik sta hier in Eftelingen. En Eftelingen is een van de plekken in de Efteling waar je van alles en nog wat kan kopen. En vandaag moest ik me hier melden. Wat ik precies ga doen, weet ik niet. Ik denk niet dat ik alleen maar mag verkleden. Ik denk dat ik wel weer moet gaan werken. Meneer? Hallo. Benten? Ik ben Roy. Hey. Moest me bij jou melden. Oh ja, ik ga ons vandaag helpen met de Souvenir Express. Dus niet per ongeluk. Nee, het is echt hartstikke expres. Oh, kan je mij eventjes uitleggen wat de Souvenir Express precies inhoudt? Ja, de Souvenir Express is eigenlijk een dienst die de Efteling aanbiedt voor iedereen die cadeaus koopt in het park, bij alle winkels. En die worden dan naar bijvoorbeeld de uitgang van het park gebracht. Dus hoef je niet te sleuren met al je cadeaus. Ja. Jij? Nee, ja, ik normaal, maar vandaag ga jij dat doen. Ga ik ik ga echt... Ja. En dan moet je heel veel lopen? Nee, we hebben daar een speciale kar voor, die staat hier buiten. Ja, een fiets. Oh, is toch wel weer bewegen. Aan de slag, luiwammers. Zo, strenge Roy. Oh, kijk eens eventjes, wat een hoop cadeautjes alweer. Wel even een goede bezorgersoutfit aan. Ik ben als de wiedeweerga onderweg naar de eerste stop, de Marskramer. Souvenir Express, pardon. Oh jee, kan niet remmen. Oh, er zit wel een rem op. De Marskramer. Goedemorgen, hoe gaat het? Goed hoor, ja. Ja, ik heb een beetje haast. Ligt hier nog iets? Ja, die blondse fiets is net gekocht door een paar mensen. En het gaat om deze twee borden en de mok. Volgende halte. Souvenir Express. Goedemorgen. Jij kwam van de Souvenirs Express en ik kom de spulletjes halen dus. Klopt, nou. Als een bus. Vandaag mag je ook hier mee. Dat is een grapje, toch? Nee, dat is echt geen grap. Ja, het is onze reuze Jokie. En je mag er vandaag heel even mee knuffelen. Onze Jokie kan nooit zonder Jet. Dus Jet gaat mee vandaag. Ben je een grapje met me aan het uithalen? Nee hoor, echt niet. We hebben ze in groot, we hebben ze in klein. Oh, u heeft ze ook nog in het groot. Bedankt. Ik ga even nadenken over hoe ik dit veilig naar de andere kant van het park krijg. Wij dartelen niet zomaar maar wat rond. We hebben gewoon een schedule. Ho! Jet! Wat doe je nou? Ik ga lekker de rest met de trein doen, denk ik. Het is een stuk ontspannender dan fietsen dit. Ik heb Jokie en Jet alvast maar eventjes naar de ingang gebracht. Nu snel door naar de Fata Morgana. Ho! Pardon! Hallo, er zijn hier een aantal bestellingen. Wel één. Ben ik voor één dingetje gekomen. Ik ga eens even kijken of er niet iemand nu nog iets aan het kopen is. Wat ik ook kan bezorgen. Zoeken jullie iets leuks? Ja, klopt. Heb ik suggesties van dit soort dingen? Goed idee. Nikita, lekker veel plezier maken vandaag. Ik zorg dat het op de juiste plek terecht komt. Goedemiddag. Hallo. Heb je iets? Een hele mooie schildpad, die is net gekocht. Oh, te gek. Hartelijk dank. High five. Laatste pakketje. Ik ga er als een haas vandoor met die schildpad. Alsjeblieft, schat. Ik heb hier trouwens net ook nog zo'n, je had ze waarschijnlijk wel zien staan, die ontiegelijk grote Jokie en Jet. Ja, dat klopt helemaal. Maar die zijn al opgehaald, die zijn al weg. Ja. Ik dacht, ik zeg er nog even gedag. Nee, ja, jammer, ze zijn weg. Ja! Daar zijn ze! Ik heb nog één pakketje hier. Ra, ra, ra. Heeft u een bonnetje? Oeh, dat is het verkeerde nummer. En dit is mijn cadeautje voor jou. Doei! Nou, dat was leuk. Wat een toffe dag heb ik achter de rug. Heel veel mensen blij gemaakt. Overal pakketjes bezorgd. Keihard gewerkt. Dus ik ben wel een beetje trots op mezelf. Ik ga hem weer lekker omkleden. Tot volgende week. Dat is fijn. Huh? Oh, je komt als geroepen, Roy. Gas op die lolly. Ja, maar ik was vrij toch vandaag? Jij zei toch... Hey.